Nou, ik ben wel gespannen, ja. Ik vind het allemaal heel leuk en spannend. Volgend jaar ga ik ook meedoen. Ik doe volgend jaar gewoon meer mee. Ik zou zeker weten volgend jaar weer meedoen. Fortu doet elk jaar mee met de UNICEF Kinderrechten Filmfestival. Tientallen BSO's doen er mee voor Fortu. Ik vind het gewoon super gaaf om dit met de kinderen samen te doen. Ze zijn allemaal lekker enthousiast. Wij hebben eerst iemand op locatie gehad die wat heeft verteld over UNICEF. En wij zijn eigenlijk met de kinderen gaan zitten en hebben het besproken met elkaar. Wat zijn nou eigenlijk kinderrechten? Wat hoort eronder? En ja, daar hebben we eigenlijk een heel gesprek over gevoerd en het was super leuk. Het doel van het UNICEF Kinderrechten Filmfestival is om kinderen op een creatieve en hele laagdrempelige manier te leren over de kinderrechten. Wat we vandaag hier gaan doen is de mini-movie die ze hier hebben gemaakt, gaan we remaken. We gaan dus een 5-minuten versie maken van de film die ze hebben gemaakt. En ja, dat doen we met attributen, met decor en alles erop en eraan. Ik heb er zin in. Ik ben Benny Anders. Benny Anders is de hoofdrolspeler en hij heeft een handicap. Het gaat over een jongetje die is gehandicapt geboren en in een ander land. En dan geeft ze hem weg aan de arts en dan gaat hij naar een weeshuis. Hij krijgt in het weeshuis te horen dat iemand hem wil adopteren. Dat zijn mensen in Nederland. Als hij in Nederland aankomt, wordt hij heel vrolijk. De kinderen op school die zijn het liever voor hem. Dat is ook gewoon een stuk fijner voor hem. En hij wordt niet zo gepest omdat hij een handicap heeft aan zijn benen. Want ieder kind heeft recht op rechten. Ieder kind heeft recht op vrienden. En ieder kind heeft recht op normale behandeling zoals iedereen leeft. Dat vinden wij heel belangrijk op de BSO, dat iedereen geaccepteerd wordt. En dat niemand buitengesloten wordt. Alle films die gaan in première. De partout-première die wordt gehouden in Pathé Rembrandt in Utrecht. En uiteindelijk wordt daar één winnaar uitgekozen. En die gaat naar de landelijke finale van het UNICEF Kinderrechten Filmfestival in Pathé Tuschinski. En daar strijden ze dan om uiteindelijk de beste kinderrechtenfilm gemaakt door scholen en BSO's uit heel Nederland. Wat altijd heel erg leuk is om te zien is dat bij die première alle kinderen in gala kostuum naar de première komen. Ze zijn echt de filmsterren van de dag. En het is gewoon een hele speciale dag waarbij alle kinderen enorm stralen. Onze hele BSO heeft allemaal feestspullen aan en het is gewoon super feestelijk. Ja, ik heb me gewoon deftig gekleed. Ik heb een soort shirt aangetrokken. Ik heb gewoon een blauwe jurk aangetrokken. Vorig jaar toen zijn we naar Tuschinski gegaan. En ja, ik hoop gewoon dat het nog een keer gebeurt. En ik vind het echt heel leuk om hier te zijn. Ik dacht eigenlijk dat we niet gingen winnen, want ja, dat had ik nooit verwacht. Maar een vriend van mij die dacht van, ja, we gaan wel komen op de nummer 1. Heel leuk, echt heel leuk. Vooral om te zien hoe anderen het hebben gemaakt. En om jezelf op zo'n heel groot scherm te zien, is gewoon heel spannend. Ja, ervoor was het vooral, toen had je heel veel spanning en toen was het echt, wie gaat er nou winnen? En toen waren we gewoon super blij. Wij hebben die wildcard gekregen. We zijn echt super blij. Echt super blij. Iedereen die heeft van ons post en mail gehad van je moet stemmen, je moet liken, je moet van alles doen zodat wij naar Amsterdam kunnen. Ja, we vinden het hartstikke leuk hoor dat de partout hier aan meedoet. Want ja, de kinderen die krijgen alle vrijheid om hierin mee te doen. En ze hebben alles ook zelf verzonnen en alles zelf opgezet. Dus ja, we zijn hartstikke trots. Heel blij. Want het is echt wel heel speciaal, vind ik. Ik vind het heel erg spannend en leuk. Ik vind het gewoon hartstikke leuk dat we in de finale zijn gekomen. We hopen gewoon dat ze het ontzettend leuk gaan doen hier op het podium. Hè, want ze moeten ook een stukje live gaan spelen uit het filmpje. Dus ja, we hopen gewoon op alle 5 de prijzen. Denk die voor beste film, omdat we hebben wel een onderwerp dat bijna niemand eigenlijk heeft. Ik
dat we niet winnen, dat maakt mij niet zoveel uit. Want het gaat uiteindelijk gewoon om dat je naar de finale komt. En dat is wel super speciaal voor mij. Vorig jaar hebben we ook meegedaan en dat was al een super ervaring en dit jaar ja, weer precies hetzelfde. De kinderen zijn enthousiast, wij zijn enthousiast. Volgend jaar doen we weer mee. Ik hoop dat we volgend jaar weer gaan meedoen en dat het dan ook zo'n leuke dag wordt als vandaag. Ik vond het super leuk!